Het Wilhelmina Park in Tilburg en de directe omgeving daarvan blijft nog een half jaar langer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat de politie iedereen die in het gebied aanwezig is preventief mag fouilleren. Burgemeester Theo Weterings had in september vorig jaar al bepaald dat het park een risicogebied is, na aanleiding van een aantal steekincidenten in de omgeving. Die maatregel werd toen voor een half jaar ingesteld en is dus inmiddels verlengd. Volgens de gemeente heeft elke controle in het gebied tot nu toe wapens opgeleverd. Vanwege de natte periode is het nu wat rustiger rondom het park, maar de gemeente verwacht in het voorjaar een toename van de hoeveelheid overlast op straat. Vandaar dat de maatregel nu tot en met september is verlengd.